Ja, dit actieboekje is geschreven voor de Christelijke Boekenweek. Maar ik vind het lastig of moeilijk. Of ik wil het eigenlijk niet boekje schrijven met een dikke christelijke saus eroverheen. Dat is niet mijn idee van boeken schrijven. Dus in het verhaal is het niet zo dat God een grote rol speelt. Wat in het verhaal wel speelt, is de rol van God in ons leven. We krijgen van God tijd. We krijgen een leven hier op aarde. En wat eigenlijk de gedachte in het boekje is, is wat doe je met die tijd? De tijd die God je geeft, gebruik je die om een relatie aan te gaan? In een boekje, een relatie vader en zoon. Maar voor jezelf geldt ook, gebruik je die tijd om een relatie aan te gaan met God?